jeugd van de kinderen om zijn kinderen te slaan. Daar zingt hij liedjes voor een cent. Zo ook op bevrijd Johnny Kraaikamp. Ik wil dat je meteen komt. Zet de andere even rond. Zit hij nou, ik heb net een vuilnisbak! Alles beprint. Toch ging het een beetje bluesbodders als je ze aan zag komen lopen. Een beetje om te zeggen dat je fan was van de een natuurlijk. Dat was meer... Die gaat uiteindelijk het lekkers voelt. Zeg maar niet. Laat maar gaan. Als je op papier staat, weet je, in de AWD. Zit al 4 weken. En André ging Italiaans zingen. Hij sprak natuurlijk. De vlieger hem heel erg zwaar. Het gaat dan ook op. De dochter van zijn vriend Jan van Galen. Het was een lied en zij al jarenlang een van zijn trouwste fans was. Ze spraken wel zo over onze vrouwen. En toen zei ze leven tegen de verkeerde mensen om aangelopen en... Hé, gezellig hè? Ja, het half verdoofd me zeg je gedaan het. Over het zeker niet. Het was echt, het was raar. Het was ongelooflijk. Niet de vader die veel dingen met ons deed. Hij zou... Een zeer lieve moeder. Maar zijn vader speelt... Die teksten worden begrepen. Op handen worden gedragen. Is vele malen moeilijker dan het allemaal uit. Dat kan echt niet, joh. Dat kan je zo niet zingen. Liet een tatoeage zetten. André even af. Als je dan wat zei tegen hem, was van, die ben ik. Podium staan. André ging zingen. Als het niet meer goed zou komen, wilde André wel... Ja, ik weet nog goed dat papa naar het ziekenhuis ging, maar ja. Denk. Ja. 50 jaar oud, André Hazes. Barsten. 3 dagen tijd moesten doen. Vrijdag om te organiseren. En het werd maar groter en groter. Zien we hoeveel mensen er komen. Rachel wilde vooral dat de kinderen daar goed op voorbereid waren. Pietsen. Totdat we de laatste avond kwamen. Wij wisten echt niet hoeveel mensen er waren gekomen. Want het was zo'n... Die kippenvel van, zeg maar. Hoe mooi... Ja, toch een soort laatste boodschappen. Moest ik heel rustig doorspelen. Toen kwam in één keer weer de directeur naar binnen van, ja... Het was alles behalve dat we met elkaar waren. Kijk, er thuis achter. Een soort publiek bezit en... Dat deden ze ook. En ik had vaak Rachel... Negatieve energie is. Als je kijkt naar alle na... Wachten. Gekke brieven in de deur kwamen. Mijn vader die had de Blues Brothers uitgenodigd. Ja, natuurlijk. Het is snel zo'n... Niet meer bij mij. Vooral nog zoveel te geven. Laat ik van je houden. Ga lekker door hoor. Vond ik een heel indrukwekkend moment, ik bedoel. En leeft de grootste volkszanger van Nederland door in de... Dat is koud. Stel ze op mijn hand. Voor mensen als Frans Bauer. Maarten, ik denk dat hij zeker wel veel te doen. Ik tel ze op mijn hand. We krijgen 2 kinderen samen. Dochter Roxanne en zoon André...